Dag mensen, een hele goede dag en welkom bij deze koersanalyse. Deze is educatief van aard en geen financieel advies. En vergeet de video niet een like te geven als je de content kunt waarderen. Ik zou willen kijken of we vandaag de 300 kunnen halen. En ik zou zeggen, abonneer op het kanaal als je dat nog niet hebt gedaan. En in deze video gaan we naar wat nieuwtjes kijken. We gaan kijken naar Bitcoin, Ethereum, Cardano, Coty en naar NEM. Dus blijf kijken en like de video en laten we beginnen met het nieuwtje. En trouwens, deze video wordt een samenwerking gemaakt met CryptoInsiders.nl. En als jij member bent van CryptoInsiders, dan kun jij stemmen op de altcoins die ik ga behandelen in deze video. Ben je een premium Discord groep member, dan hoef je niet te stemmen. Maar je kunt je eigen opzetje geven in de Discord groep en dan kijk ik daar natuurlijk ook nog naar. Dus dat is misschien nog wel leuker, want dan leer je er zelfs nog wat van. Goed, een paar nieuwtjes. Wat we zien gebeuren is dus dat de hodlers die er sinds 1 of 2 jaar in zitten, die zijn aan het verkopen in de afgelopen periode. Dus die hebben wat minder vertrouwen in deze bull market. En we zien dat de mensen die een eerdere bullcyclus hebben meegemaakt, die er dus al 3 plus jaar in zitten, dat die juist aan het vasthouden zijn en aan het accumuleren. En dat is interessant om te zien. Ik heb zelf natuurlijk ook de vorige bull market volledig meegemaakt en heb ook vertrouwen in deze huidige bull market. En zie ook dat de koersen nog flink hoger zullen gaan stijgen. En ik ben ook een van die hodlers die zal blijven vasthouden wat dat betreft. Dan is er voor 1000 miljoen, oftewel 1 miljard aan Tether bijgeprint bij de Tether Treasury. En dat houdt vaak in dat we een mooie boost in de prijs kunnen krijgen. De koers is op dit moment iets aan het terugzakken. Maar die 1000 miljoen die zal daar vast verandering in kunnen brengen. Want dat is vaak wat er wordt geprint voordat het naar de beurzen gaat waar men dan Bitcoin kan kopen. Dan even kort naar de daily. We hebben inmiddels de 2 volgende weerstanden bereikt op de daily. Deze eerste weerstand hier op de 55.988. En we hebben ook de 57.553 hebben we net niet aangetikt. De laatste daily candle close hier. En we zijn ook onder de vorige weerstand gesloten. Dus in mijn ogen kunnen er 2 dingen gebeuren. We zitten nu in een mooie uptrend. Dus we zouden hier een high low op de dagelijkse kunnen vormen om vervolgens gewoon die high high te volgen. En in het betere geval blijft dit een kleine pullback en gaan we meteen die highs verbreken en dan door naar boven. Met andere woorden, ik ben wat dat betreft nog steeds bullish en verwacht dat we vooral door zullen gaan zetten en in de komende weken richting de $66.000 kunnen gaan. Wat de eerstvolgende target is op de Fibonacci tool en daarna de $76.000. Maar het lijkt op dit moment, en wat ook nog een mogelijkheid is, is dat we hier een grotere kap en hendel gaan vormen om vervolgens door te breken. Het is wat dat betreft nog heel even afwachten. We zitten hier bij weerstand, sterkere weerstand natuurlijk. Dus het kan goed zijn dat we hier gewoon een high low op de daily gaan maken, waarbij ook de 12 hiermee support zal bieden. Op de lagere timeframes, op de 4 grafiek, zitten we ook in een mooie uptrend. Eerder al, even kijken, was volgens mij hier zo. In de premium Discord groep, even kijken, 5 maart, een kleine week geleden, zei ik dat dit een mooi moment was om in te stappen. Vervolgens was hier een mooi instapmoment. Maar er zijn nog steeds mensen die op zoek zijn naar een entry. Potentieel zou dat hier kunnen komen als we die daily high low vormen. Waarbij we in ieder geval kunnen terugkijken naar die golden pocket op de $53.000. Daar zit in ieder geval ook de sterkere support. En je ziet ook dat dat de laatste low is hier. Dus zolang we daar boven blijven, is dat in mijn ogen positief en kunnen we doorkijken naar boven. En op dit moment zijn we naar afwijzing van die toppen. Eerdere toppen zijn we aan het corrigeren. Maar ook dat is niet gek. We zien hier een mooie 1 uur downtrend eigenlijk. En je ziet al dat dat in de vorm is van een falling wedge. Het zou ook nog een descending broadening wedge kunnen worden. Even kijken, deze weghalen. Het kan ook nog een descending broadening wedge worden. Maar op dit moment denk ik dat ik wat meer waarde hecht aan de falling wedge. En een falling wedge is een bullish patroon. En we zien ook dat dat gebeurt hier op die golden pocket. En dat is positief. Dus in mijn ogen zou die inderdaad dan die 4 uur downtrend kunnen voortzetten. Waarbij we hier dus een low hebben. Een high, high low. En dan moeten we vervolgens een high high maken waarbij de eerstvolgende target de 58.615 is. Wat ook samenvalt met de laatste all-time high. Wat dus ook logischerwijs een weerstand kan vormen. Vooralsnog is het even afwachten. We hebben al dagen een mooie uptrend te pakken. En op een gegeven moment moet er ook een dagelijkse downtrend of een daily high low worden gemaakt. Want het gaat niet allemaal in één rechte lijn omhoog. Dus we zouden goed
hier een uptrend, een mooie uptrend op de daily hebben. Op de 4 uur is dat natuurlijk. En dan hier een 4 uur downtrend, waarbij we de daily high low gaan vormen om vervolgens daarna door te zetten. Golden pocket regio is hierbij in mijn ogen cruciaal. Zolang we hier kunnen blijven, verwacht ik dat we meteen door kunnen zetten. Als we deze als support verliezen en eigenlijk hier die afwijzen, dan krijgen we in mijn ogen die 4 uur downtrend, waarbij we die daily high low zullen gaan vormen. Alles boven de 50.000 tot $52.000, deze golden pocket regio van de dagelijkse, alles boven de 50.000 tot $52.000 is bullish. Als we onder deze zone komen, dan zouden we wat meer bearish moeten zijn. Maar eerlijk gezegd, op dit moment verwacht ik het niet. Maar zoals altijd moet je alle scenario's inplannen en er wel rekening mee houden. Dus dat voor Bitcoin. Wil je leren traden zoals ik dat doe, dan kun je natuurlijk een handelscursus doen. Je vindt de links onder in de video. Je leert wat traden is, waar je instapt, waar je uitstapt, stoplossplaatsing. En daardoor ben je ook minder afhankelijk van andere analisten. En kun je zelf ook een top trader worden, zoals een heleboel members in de premium Discord groep zijn geworden. Je komt ook in de premium Discord groep. Hier kun je eigen trades delen, genieten van de trades van anderen. En ook de meest interessante nieuwtjes komen daar voorbij, zodat je ook niet alle informatie zelf hoeft bij te houden. En je kunt natuurlijk ook een kennismakingscursus doen. Kost je niks, behalve wat tijd. En je kunt ook een weekje meekijken in de premium Discord groep. En niet te vergeten dat cursus deel 2 ook klaar is. Dus als je meer wilt leren over het traden, meer over hefboom traden en dus grotere winsten kunnen maken, maar nog steeds je verliezen blijven beperken, dan kun je natuurlijk ook cursus 2 gaan doen. Goed, nog een ander nieuwtje van een collega van mij, Bitcoin Debuut. Superleuke webshop heeft hij. Je kunt hier allerlei Bitcoin producten kopen. Bitcoin bier, Bitcoin chocola, Bitcoin bekers. Je vindt de link onder in de video, dus als je iets tof ziet, koop dat zeker. Ik heb de chocola in ieder geval geproefd. Die is ook erg lekker. Ik ben niet een hele grote bierfan, maar misschien ben jij dat wel. Dus je vindt meer producten in die webshop. Nogmaals, de link vind je onder in de video. Dan gaan we even kijken naar Ethereum en we beginnen even met Ethereum versus Bitcoin. Want die heeft toch aanzienlijk slechter gepresteerd de afgelopen dagen. En dat is ook niet gek, want Bitcoin nam weer de spotlight. Hè. We hebben in Bitcoin juist een goede stijging gezien. En dat zorgt ervoor dat het geld weer rouleert naar Bitcoin. En voor Ethereum versus Bitcoin betekent dat die eerdere potentiële cup and handle, die heeft zeker niet uitgespeeld. En de koers is inmiddels weer teruggevallen naar de support. En eens even kijken, op het oog lijkt dit vanaf deze beweging een golden pocket te zijn. Nou, we zitten zelfs net onder die golden pocket op deze weerstand. Dus voor Ethereum versus Bitcoin ziet het er op dit moment niet heel erg sterk uit. En ik zie ook nog wel gebeuren dat we de RSI hier over sold gaan krijgen, waarbij we dus eigenlijk weer terug in dit kanaal komen. En zolang we weer in dat kanaal zitten, zal Bitcoin beter presteren dan Ethereum. Dat betekent wel dat Ethereum versus de dollar omhoog kan gaan, want die beweegt namelijk gewoon met Bitcoin mee wat dat betreft, maar die zal gewoon niet zo sterk omhoog gaan, omdat het Bitcoin paar niet heel sterk is. En hier zagen we dus eerder die inverse head and shoulders. Die heeft praktisch een technische target bereikt, is nu aan het consolideren samen met Bitcoin eigenlijk. En we zien hier ook een potentiële falling wedge, dus die zou ook met Bitcoin kunnen uitbreken. En waarbij de technische target ligt op 1880, wat ook samenvalt met die weerstandszone aan deze kant. Dus dat zou dan de volgende technische target zijn voor Ethereum als deze naar boven uitbreekt. En anders kijken we al gauw terug naar de 1656, wat de support is. Dus dat voor Ethereum. Dan kijken we nog even naar Cardano. En we beginnen met Cardano ook met de ADA-BTC grafiek. Ook die ziet er niet super sterk uit wat dat betreft. We zijn enorm hard teruggetrokken. Hebben ook hier die support weer verloren die eerder weerstand was. Dus we hebben het heel even support gehouden hier. Een mooi bounce gehad. Maar je ziet het ook al aan deze blauwe lijn. De 12 hiermee, als ik even alles eraf haal. De bears hebben op dit moment de volledige overhand. En zolang we onder die 12 hiermee blijven, verwacht ik dat Cardano verder door kan zakken. We zijn op de volgende supportniveau aanbeland. Die ook hier samenvalt met de 0,786 Fibonacci. Dus dat is deze zone hier zo. Even kijken, eigenlijk zo. Dus wat we zien is dat de volgende support is. Hier zouden we een bounce kunnen verwachten. We zijn hier ook al aan het bouncen. Maar nogmaals, even kijken of jullie dat ook kunnen zien. Even verder inzoomen. Zolang we onder deze balk blijven, verwacht ik dat
Cardano eigenlijk verder kan afzakken versus het Bitcoin paar. En met de dollarwaarde zal dat dan enigszins meevallen, omdat hij met Bitcoin omhoog zal bewegen. Maar ook op dit moment ziet het voor Cardano versus de dollar niet heel erg sterk uit. Zolang we onder deze groene box zitten, moeten we bear zijn en kunnen we verwachten dat Cardano verder zakt. Waarbij de volgende targets liggen hier in die golden pocket regio op de $1.04 tot $1.06. Vervolgens een 0,382 Fibonacci van de grotere beweging van helemaal daar naar voren, van hier naar beneden. Van hier beneden naar boven in ieder geval, die beweging. En dus die support zit dan op de 0,382, wat de 96 cent is, tot de vorige support op de 93 cent. En als het heel slecht gaat, kan de koers inderdaad doorzakken naar de 84 cent tot 80 cent. Dus dat voor Cardano. Nogmaals, onder die groene box is het eigenlijk bearish en kunnen we verder door naar beneden verwachten. Komen we weer boven die box, kunnen we dat support maken. Dan hebben we in ieder geval de dip gemaakt. En dan zouden we hier ook weer een mooie ronde bodem eigenlijk kunnen krijgen. Dat is geen bodem per se natuurlijk, maar dan zouden we hier een mooie ronde structuur kunnen krijgen. Om te kijken wat de koers daarna gaat doen. Maar volgens mij op dit moment ziet het er in mijn ogen een beetje bearish uit. En als we kijken naar Coty, die heb ik nog niet eerder bekeken natuurlijk. Denk ik, of het is al een hele tijd geleden. En als we even alles eraf halen, dan zien we dus dat Coty ook enorm hard is gegaan sinds oktober 2020. Dit is natuurlijk een flinke stijging. Veel altcoins hebben dit eigenlijk gedaan. 2500%. Dat is een hele mooie stijging wat dat betreft. En we zien nu deze week in ieder geval een flinke wick. Dus er wordt hier zeker winst genomen. En dat is ook niet gek, want die koers is parabolisch omhoog aan het gaan. Dus als je 2000-3000% winst hebt gemaakt, ik neem in ieder geval altijd iets van winst. Want je gaat dit soort taferelen krijgen. De week is nog niet gesloten. We hebben nog 3 dagen te gaan, dus er kan nog veel gebeuren. Misschien eindigt de candlestick wel hier bovenin. Het is mogelijk. En daarvoor gaan we in ieder geval kijken op de lagere timeframes. Maar kijk eerst even naar Coty BTC nog. Want wat zou Coty BTC kunnen doen? Die is ook parabolisch omhoog gegaan. En als we op de wekelijkse kijken, dan zien we ook daar een flinke wick. En zien we dus dat de koers eigenlijk hier wordt afgewezen. Het heeft wel een high gemaakt, maar het kan hem op dit moment niet vasthouden. En in het beste geval sluiten we wel op dezelfde hoogte als de vorige candle closes. Dat zou mooi zijn, want dan zou die ook een potentiële cup and handle kunnen vormen over de weken heen. Maar op de dagelijkse, als we even inzoomen, wat kunnen we op de kortere termijn verwachten? Dan zien we dus dat de koers eigenlijk in een evenwichtpatroon zit. Met een high, low, lower high, higher low. En waarschijnlijk zal het hier ook een lower high maken. En daarna zal het een keus moeten maken. Het is natuurlijk al gigantisch hard gegaan, maar in die FOMO kunnen die altcoins, en dat zien we ook regelmatig, dat het alsnog naar boven uitbreekt, waarbij je de hertest kunt pakken. En dan zien we in ieder geval weer dat de koers hier terug kan gaan naar die 950 satoshis. Als die naar beneden uitbreekt, dan kijken we in ieder geval weer terug naar de support op 630 tot hier de 590. En voor Coty versus de dollar, wat betekent dat dan? Ook hier zien we eigenlijk een evenwichtpatroon. We zien hier al een hele sterke afwijzingscandlestick. En dat luidde eigenlijk al in dat we wat meer consolidatie of daling konden verwachten. En het is op dit moment consolidatie geworden. En ook hier zien we dus dat het een evenwichtpatroon is met een high, low, lower high, higher low. En het kan hier de komende dagen in blijven bewegen totdat er weer een kant wordt gekozen. Wat we toch veel hebben gezien in de afgelopen maanden is dat, ondanks die grote afwijzingscandlesticks en wicks op de bovenkant, dat de koers alsnog in ieder geval één keer extra naar boven uitbreekt om de highs een beetje te testen. Dus dat zou zeker kunnen. Bij een uitbraak naar beneden kijk ik naar een support hier op de 33 cent tot 31 cent, wat de golden pocket regio is namelijk. Dus dat voor Coty. En je ziet het ook in deze evenwichtpatroon, zie je altijd dat het volume aan het afnemen is. Dus het is gewoon afwachten, wat gaat die koers doen? Voor een scalp trade of een kortere trade kun je natuurlijk ook gebruik maken van de bodem hier. Traden naar de top hier en daar dan winst nemen. Maar dat is dat is je eigen preference, je eigen voorkeur, wat je met het traden wil gaan doen. Wil je swing trades plaatsen, scalp trades enzovoorts. Dan even kijken naar NEM. Want die heeft natuurlijk zijn airdrop. Ik geloof dat dat morgen is. Even kijken, nem, XXXM, XEM. Gaan we eens even naar het BTC-paar kijken. En die heeft in de afgelopen dagen ook al heel veel teruggegeven wat dat betreft. En als we op de dagelijkse kijken,
voor deze laatste beweging zien we dat vooral de laatste dagen is het echt flink bearish geweest. En we zien dus dat van de beweging van de bodem eigenlijk van hier links naar de top zijn we inmiddels ook in de golden pocket regio terechtgekomen. En je ziet ook dat dat samenvalt met eerdere support hier. Dus in het beste geval sluiten we hierboven, houden we dat support en kunnen we in ieder geval hiervan afbouncen. Op de 4 uur zien we dat ergens hier flink oversold is en dat geeft vaak toch ook wel een bounce. En hier zie je ook de 12 hiermee is de weerstand. Zolang de bulls daar niet overheen kunnen komen, ja, is het bearish voor NEM. Maar op dit moment zie ik hier in ieder geval een bodemvorming. En dus dat kan even een paar dagen duren dat we iets van een bodem vormen om vervolgens toch weer even in een 4 uptrend te komen. Om een daily low high te vormen. De verwachting is wel dat we hier een low high gaan vormen. Excuses. Ten opzichte van de laatste top. En als we daarnaar kijken, kunnen we op zijn best verwachten dat de koers teruggaat naar de 1400 satoshis. Maar we zien ook best wel wat weerstand voor de koers. Dus je zit waarschijnlijk hier te kijken naar de 0,382 Fibonacci op de 1280 in het beste geval. Wat betekent dat voor NEM versus de dollar? Hier hadden we eerder ook al een symmetrische driehoek. Die is dus naar beneden gebroken. Ik weet niet meer of ik dat in de vorige video heb besproken. Of dat ik het alleen in de Premium Discord groep heb gedeeld. Maar we zien dus in ieder geval dat Bitcoin versus NEM op de Golden Pocket regio support ligt. En we zien eigenlijk hetzelfde voor NEM versus de dollar. Het speelt hier met die Golden Pocket regio. En die zie je eigenlijk aan het bewegen in een range. En een uitbraak hieruit zal meer richting geven aan de koers. Als we naar boven uitbreken, dan kunnen we in ieder geval weer verwachten dat we teruggaan naar de weerstand hier op de 70 cent. En bij een uitbraak hieruit naar beneden, dan kijken we weer naar support hier op de Golden Pocket regio op de 44 tot de 41,95 cent. Dus dat eigenlijk voor NEM. Hè, dus nogmaals, hier kunnen ook potentieel wat zijwaarts bewegen. Dit zou ook een accumulatiefase kunnen zijn, een wick-off accumulatiefase, om vervolgens toch weer uit te breken richting die weerstand. En anders dus gaan we terug naar support op die Golden Pocket regio. En er zit hier ook nog wat support op de 52 cent. Dus de uitbraak uit deze consolidatiefase zal meer richting geven aan NEM. Goed, dat was het voor deze video in ieder geval. Ik zou zeggen, nogmaals, like de video als je de content kunt waarderen. Laten we kijken of we 300 likes kunnen halen. Laat een comment achter onder de video. Een simpele duim omhoog is al goed om het YouTube-algoritme te beïnvloeden. En ik zou zeggen, happy trading en een hele fijne dag.